Wat vond u van Nederland toen u voor het eerst kwam? Deze kinderen van basisschool De Springbok interviewen de Javaans-Surinaamse Ronald. Dat was heel mooi en was spannend voor mij de eerste keer toen ik kwam. Ja, ik keek op van alles wat zo anders dan was dan Suriname natuurlijk. Nou, ik vind het eigenlijk een beetje interessant. Je weet wat hij allemaal heeft meegemaakt en, ja, en wat hij allemaal vandaar mist en hoe hij zich voelt hier. Ronald vindt het nuttig dat hij de kinderen zijn verhaal kan vertellen. Dat is zeker goed. Het is voor hun eigen ontwikkeling, voor hun eigen identiteit. Dat ze elkaar kunnen accepteren en begrijpen. En hoe meer je van elkaar weet, hoe meer je elkaar kan begrijpen. Wat vond jij het meest opvallende van dit gesprek? Dat hij eigenlijk een ander verhaal had dan mij. En dat hij niet hier kwam om te werken, maar omdat zijn moeder hier kwam. Ik was 8 toen ik naar hier kwam. Dus dan zie je een beetje hoe het is als je hier al 35 jaar bent. Ja. En dan de laatste vraag. Voelt u zich een echte Hagenaar? Ja, na 37 jaar dan voel ik me helemaal een Hagenaar of Hagenees, hoe je het ook mag zeggen.